op de sessie rond integriteitswerking. Wat is de bedoeling een beetje? De bedoeling is een beetje dat we even, noem het een opfrissingssessie, noem het een initiatiesessie. Het is vooral de bedoeling om nog eens duidelijk te maken hoe belangrijk we binnen Volk Vlaanderen integriteitswerking vinden. Welke stappen er zijn gezet en welke stappen we nog wensen te zetten naar de toekomst toe. Dus vandaag Volk Vlaanderen integriteitswerking 5 december 2022. Dus hoe ziet het verloop van deze sessie eruit? En we gaan ervoor zorgen dat die niet langer dan een uur duurt. Het gaat in deze plaats over de integriteitswerking van Volk Vlaanderen. Dus de tijdslijn die dat we aangeven. De voorstelling van het federatie API-team, omdat we werken met een volledig team. In die zin dat, dat er wat wijzigingen zijn geweest ten opzichte van de beginperiode van onze integriteitswerking. Er zijn een aantal zaken die ondernomen zijn de voorbije maanden, de voorbije jaren. Maar we willen ook niet blijven stilstaan bij het verleden. En we wensen ook een aantal nieuwe initiatieven aan jullie toe te lichten. En dan iets dat sowieso niet volledig nieuw is, maar dat we wel willen uitbreiden. Dat is het verhaal van de API-werking in het jeugdsportfondsdossier. Dus waarbij dat we clubs die inzetten op integriteit extra willen belonen via het jeugdsportfonds. En dan heb je uiteindelijk ook nog de vragenronde. Als we eens even gaan kijken naar die tijdslijn, dan weet je dat een aantal jaar geleden werd er meer en meer ingezet op integriteitswerking. Het is duidelijk dat het verhaal rond integriteit niet meer is weg te denken uit, uit het dagelijkse leven. Komen we niet alleen terug in volleybalclubs, maar ook daarbuiten algemeen. Tot zelfs op de werkvloer. En in 2018 zijn we dan ook gestart met die integriteitswerking binnen Volley Vlaanderen. Tijdens de periode 2018-2021 was er al een API-team. Dus enerzijds hadden we Jolande van Dorslaar die het effectieve aanspreekpunt was. En ikzelf die achter de schermen eigenlijk meer beleidsmatig bezig was. Nu, dat was het theoretisch kader. In de praktijk deden wij dat altijd samen. En de reden is eigenlijk vrij duidelijk. Je hebt op een bepaald moment cases, een aantal zaken, die toch wel niet over lichte materie gaan. En het is dan altijd goed om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen of om ook eens achteraf wat te kunnen ventileren. Ja. Dus vandaar dat we toen een API-team van 2 personen hadden. Nu, collega Jolande van Dorslaar heeft een tijdje geleden de federatie verlaten. En door het feit dat integriteitswerking belangrijker en belangrijker begon te worden, was het noodzakelijk om ons integriteitsteam te herstructureren en ook te gaan uitbreiden. En dit is dan het verhaal dat je momenteel hebt. Dan zijn we ondertussen 2022, toch nog voor een paar weken. Het gaat over het herstructureren en het uitbreiden van ons API-team. Dus achter de schermen is het nog altijd zo dat ik beleidsmatig het team vertegenwoordig. En de 2 officiële aanspreekpunten zijn enerzijds collega Jurie van de Wielen, die al jaren dag verbonden is aan de federatie, vooral op het vlak van recreatievolleybal en zich ook bezighoudt met administratieve zaken in verband met coachlicenties en dergelijke. En anderzijds collega Hanne Klaasens, die enige tijd geleden de federatie heeft vervoegd en die enerzijds bezig is met het administratieve en daarnaast ook een aantal zaken rond het Eurovolley Center doet. Dus met andere woorden, het team van 2 is een team van 3 geworden. Nu, in concreto, als je dat gaat kijken, nog even kort op de website van de federatie vind je dat ook terug. Dus Hanne Klaasens is sinds
2021 aan de slag bij Volley Vlaanderen. En het gaat over het integriteitsbeleid van Volley Vlaanderen bewaken en uitvoeren. Maar niet alleen bewaken en uitvoeren, is ook zorgen rond welke preventieacties kunnen we doen. Hoe kunnen we de clubs informeren? Op welke manier kunnen we tegemoetkomen aan de vele vragen die er zijn? Hoe gaan we om met discretie wanneer er een case komt, enzovoort, enzovoort. Dus dat wat betreft Hanne. Als het dan gaat naar collega Juri. Dus hij vormt dus samen met ons het volledige API-team. Dus hij staat mee garant voor de ondersteuning bij die meldingen. Misschien daar al meegeven. Dus die meldingen die kunnen op verschillende manieren gebeuren. Dat kan gewoon via het ondertussen gekende e-mailadres van vertrouwenspersoon@volleyvlaanderen.be. En sinds deze avond kan het ook terug via het meldingsformulier op de federatiewebsite. We proberen dat zo laagdrempelig mogelijk te houden. Het kan zowel via mail, via het aanmeldingsformulier en natuurlijk kan dat ook telefonisch. En dan, zoals gezegd, dan beleidsmatig. De reden waarom dat het beleidsmatige meer bij mij zit, is te maken dat in mijn functie als verantwoordelijke voor de opleiding en bijscholingen, dat op de opleidingsniveaus ook integriteit aan bod komt. Het start-to-coach-verhaal, dus wat vroeger het algemeen gedeelte was van de initiator, start-to-coach-verhaal omvat ook een belangrijk hoofdstuk rond integriteit. Want waar wordt gesport en waar sommige resultaten belangrijker vinden dan opleiding of waar mensen in team zitten, komen ze niet altijd even goed met elkaar overeen. En dat is, ja, dat kan gebeuren. Maar het moet nog altijd zijn met respect voor elkaar. Dus met andere woorden, meldingen in zaken grensoverschrijdend gedrag, die worden besproken. En belangrijk staat die discretie, want wij hebben wel degelijk een discretieplicht wanneer het gaat over het verhaal rond integriteit. Dan zullen wij ons steeds afzonderen andere collega's die horen daar eigenlijk weinig van. Goed, als het dan gaat over reeds uitgevoerde acties, en dat is toch even terugblikken hoe het in het verleden was. Dan gaat het in de eerste plaats over de casebehandelingen. Ja, we moeten ook daar duidelijk in zijn. Ja, overal is er wel sprake van grensoverschrijdend gedrag. En dat is helaas ook bij ons niet anders. Ik kan er wel bij zeggen dat het gelukkig relatief beperkt is. We staan er in deze plaats voor de casebehandelingen. Nog misschien heel kort wat hoe dat in zijn werk gaat. Er komt een melding binnen. Wanneer die melding binnenkomt, dan, ja, dan bekijken we die. De vraag is van elke, ja, is dit iets voor ons? Ja, dan nee. Maar voor alle duidelijkheid, elke melding die wordt serieus genomen. En met de vraag van is dit iets voor ons of niet, is in de zin van wat is de beste weg of de beste, ja, naar waar kunnen we het beste doorverwijzen? Is het misschien iets dat meer te maken heeft binnen een dagdagelijkse werking? Of is het echt iets dat te maken heeft met integriteit? Een belangrijke partner daarbij is ITSES, Centrum voor Ethisch Sporten, waar wij altijd ja, om informatie gaan vragen, om raad gaan vragen, om advies gaan vragen, om zeker te zijn dat we het juiste doen. Want zoals iedereen dat weet, is het geen evidente materie. Dat is de casebehandeling voor zaken die rechtstreeks naar ons komen. Maar we hebben ook caseondersteuning voor clubs. En we zijn blij dat er al verschillende clubs de weg naar ons vinden om, wanneer zij zelf met een bepaalde case zitten, dat ze bij ons langskomen om daar eens ja, van gedachten te wisselen. Er zijn bepaalde API's die, ja, die zich daarvoor tot ons wenden vooraleer ja, een bepaalde case aan te pakken. En dat overleg, die wisselwerking, is natuurlijk heel belangrijk.
Dat is wat betreft casebehandeling, caseondersteuning. Het verhaal rond informatie geven omtrent integriteit. Het is steeds mogelijk. Nu geven we een algemene infosessie. Maar op vraag van de clubs, en dat is in het verleden ook al gebeurd, hebben we ook korte infosessies gegeven richting de club zelf. Clubs die met heel specifieke vragen zitten, waarbij dat we daar verder op konden ingaan. Zoals dat straks al aangehaald, die samenwerking met die clubpapies vinden we superbelangrijk. Gaat het over het uitwerken van een integriteitsbeleid. Elke club heeft natuurlijk zijn eigen specificiteit. Het gaat over een grote club, kleine club. Gaat alleen jongens, meisjes in het gemengd. Dus dat zijn allemaal zaken die daarin meespelen. De gedragscodes die werden dan ontwikkeld, we beseffen maar al te goed dat die redelijk droog zijn, zal ik maar zeggen. Naar de toekomst toe gaan we die een beetje herformuleren, zodat die ook toegankelijker zijn voor de doelgroep zelf, wanneer dat gaat over de kinderen. Het geven van opleidingen, die opleidingen, dat ging over het feit dat wij, dan spreek ik eventjes terug over ondertussen voormalig collega Jolande van Doeslaar en mezelf, waarbij dat we een aantal online sessies hebben gegeven voor de club Abus. En dan, zoals dat jullie wel weten, is er een tijdje geleden een serieuze restyling geweest van de Volley Vlaanderen website, van de federatie website. Wij publiceren al onze informatie op die pagina rond integriteit. In de zin van, alles wordt daar gecentraliseerd. Het internet, dat is een kluwe aan webpagina's. En het is een heuse zoektocht. En daarom dat zeker bij dergelijke materie het belangrijk is om alles te bundelen. Dus voor meer informatie verwijzen we dan ook altijd graag naar Volley Vlaanderen BE integriteit. Goed, zoals gezegd, die opleiding sessies voor clubpapies, dat is onder webinarvorm geweest. En er zijn zo 4 sessies geweest waarbij dat de verschillende aspecten van de API-werking onder de loep werden genomen. Dus eerst ging het natuurlijk over het feit van, dit was toen de integriteitswerking van Volley Vlaanderen. Wat is ook het profiel van een club API? Wat zijn de taken? Wat kan wel en wat kan niet? Het is heel duidelijk dat wij voorzichtig moeten zijn om in deze gevoelige materie de juiste persoon te gaan aanstellen. Dan gingen we naar het vlaggensysteem, maar het was ook duidelijk dat wij in die 4 sessies alles zo basic mogelijk, zo toegankelijk mogelijk wensen te houden. Zodanig dat, dat het duidelijk is voor iedereen. De sessies waren ook vrij kort. Het was ook altijd een mogelijkheid om vragen daarop te beantwoorden. Maar in deze 4 sessies zijn uiteindelijk de meest essentiële topics aan bod gekomen. Zo zie je van richting de laatste sessie dat we toen, ik herinner me nog goed, dat we een aantal fictieve cases hebben behandeld, zodanig dat we dat ook in de praktijk mee aan de slag konden. De laatste sessie, het behandelen van die fictieve cases, is toen trouwens gekomen op vraag van een aantal onder jullie. Dus die webinars zijn trouwens nog steeds terug te vinden en te herbekijken via YouTube en via de website van Volley Vlaanderen. De gedragscodes, zoals gezegd, die moeten misschien naar de toekomst toe een beetje vereenvoudigd worden. Het is belangrijk dat alles gecentraliseerd wordt of alle regels of alle afspraken, dat toch onder de vorm van een soort contract is misschien een heel zwaar woord, maar dat het toch een duidelijke afsprakennota is. Vandaar dat wij op basis van de kapstokken die ons werden aangereikt door HS, dat er 3 gedragscodes werden ontwikkeld. Enerzijds voor de sporters zelf. Ja, en de sporters, dat is dus niet alleen de kinderen, maar gaat dan ook naar volwassenen. Is er ook de gedragscode voor de sportbegeleiders. Het verhaal van die sportbegeleiders is dan ook
ruimer dan enkel en alleen de trainer. Hè. Dus je hebt de trainer, je hebt de coach. Maar dat kan evengoed de ploegverantwoordelijke zijn. Dat kan ook evengoed de verzorger zijn, afhankelijk van het niveau enzovoort. En ook als bestuurder heb je een bepaalde verantwoordelijkheid. Vandaar dat we ook een gedragscode voor bestuurders in het volleybal houden. En nog steeds hebben. Goed. Dat is genoeg over het verleden. Hè. Laten we kijken naar het huidig, naar het heden en naar de toekomst. En dat willen we even laten zien met het filmpje dat een paar weken geleden werd ontwikkeld. Een volleybalclub zien we als een veilige en toffe omgeving waar we graag komen. Helaas loopt het niet altijd even goed. Heb je te maken met ongewenst gedrag van anderen? Merk je tijdens je volleybalactiviteiten dat er zaken gebeuren die niet aanvaardbaar zijn? Weet dat je er niet alleen voor staat. Ook op het vlak van integriteit is Volley Vlaanderen er voor jou. Er zijn 3 medewerkers van Volley Vlaanderen die beschikbaar zijn om je met de raad en daad bij te staan. Hanne, Juri en Christophe. Heb je ongewenst gedrag meegemaakt of vastgesteld? Praat erover. Jouw melding, vermoeden of klacht zal door onze federatie-APIs in alle discretie worden behandeld. Wil je integriteit bespreekbaar maken in jouw club of heb je een vraag als club-API? Weet dat de Volley Vlaanderen graag met je meedenkt. Contacteer ons via vertrouwenspersoon@vollevlaanderen.be. Meer informatie vind je ook op onze website. Samen zorgen voor een veilig volleybalklimaat. Goed, dat is duidelijk om aan te geven van oké, we gaan ook op vlak van integriteit gaan we niet op onze lauweren rusten. Er is inderdaad al veel werk verzet. Maar er moet nog heel veel werk worden verzet. En er zijn een aantal initiatieven in het verleden die je jaarlijks kunt gaan opnieuw doen. Zijn de time-out tegen pesten, stipit enzovoort. Maar ook wij willen daarin gaan vernieuwen en extra zaken onder de aandacht brengen. Net daarom vinden wij het ook heel interessant om om jonge mensen ook te gaan betrekken in die werking. En vandaar dat wij dus ook echt heel actief willen meewerken aan onderwijsprojecten. En dat doen we niet alleen met ons team integriteit, maar daar betrekken we ook andere collega's bij. Bijvoorbeeld dit jaar gaan wij een G-project samen met Indra Parisi doen. Zij zit in haar 6e middelbaar. En zij heeft gekozen om een G-project uit te werken rond ethiek binnen Volley Vlaanderen. Zij gaat een activiteit uitwerken. Nu, dat staat echt nog in de kinderschoenen, dus dat is nog niet volledig uitgewerkt. Zij is daaraan bezig. Maar wij gaan kijken om rond de Stipit-campagne een visueel te gaan maken, om daar een actief pakket van te maken waar dat clubs, leerkrachten en LO mee aan de slag zou kunnen gaan. Als speelonderwijs om ethiek bij jongeren en bij kinderen laagdrempelig bespreekbaar te maken. Zij gaat daar schriftelijk werk maken en daarnaast moest zij ook een beeldend werk maken rond grensoverschrijdend gedrag. Dat zij dus volledig zal uitwerken met de ondersteuning van ons team. Ja, een van onze laatste puntjes eigenlijk voor de presentatie van vandaag gaat over het Jeugdsportfonds. Dus de API-werking binnen de club was eigenlijk al opgenomen in het Jeugdsportfonds in de vorige editie. Dus clubs die de naam en het e-mailadres van hun club-API vermelden in hun dossier, die kregen daarvoor 10 punten. Dus dat is eigenlijk de situatie zoals het onze voorgaande editie was. Wat hebben we nu vastgesteld? Onder andere op basis van bijvoorbeeld een aantal cases die zijn binnengekomen, waardoor wij contact moesten nemen met de club-API, bleek eigenlijk dat een aantal clubs
er bijvoorbeeld voor kiest om een API op te geven op papier, maar dan blijkt dat die persoon in kwestie eigenlijk geen club API is, of dat de clubleden niet echt op de hoogte zijn wie dat de club API is. Dus dat is toch iets dat we eigenlijk een beetje willen voorkomen, hè, omdat het toch een belangrijke werking is binnen de club, die API-werking. We willen er blijvend op inzetten. En vandaar in de huidige editie van Turk Sportfonds is de beloning van de club API-werking eigenlijk een beetje aangepast. We beseffen wel dat voor clubs geen evidentie is, enerzijds om vrijwilligers te vinden in het algemeen, en dan zeker niet voor deze functie, dat je daar toch iemand voor moet hebben die de juiste competenties heeft. Soms kan het ook zijn dat de vrijwilligers die in de club actief zijn misschien iets te nauw betrokken zijn om die functie in te vullen. En daarom hebben we eigenlijk als federatie gekozen om clubs de mogelijkheid te geven, enerzijds door de federatie-API te vermelden op de website van de club, om daar al 10 punten voor te krijgen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze door die vermelding enkel en alleen al het aantal punten kunnen behalen dat ze vroeger ook konden krijgen in de vorige editie van het Jeugdsportfonds. Nu, de uitbreiding die er komt, is als zij ook de club-API vermelden op de website. En dan moet het natuurlijk wel publiekelijk zichtbaar zijn op de website. Ze moeten ons niet gewoon een link geven van dat is de pagina met de info, maar die dat dan uiteindelijk niet online blijkt te staan. Dus dat gaan we wel effectief actief ook op controleren. En dan kan de club daar nog een keer bijkomend 40 punten voor het Jeugdsportfonds voor verdienen. We hadden op voorhand gevraagd dat er vragen zouden zijn. Die kunnen straks ook nog beantwoord worden, wanneer dat er nu nog bepaalde zaken zouden zijn, onduidelijkheden of toch nog iets dat opborrelt. Maar zelfsprekend kan dat ook sowieso apart. Dit is een op voorhand ingestuurde vraag. Hè? Dus dat een API vindt op zich geen evidentie is, omdat het over een uitgesproken profiel gaat. In het verleden, bij de allereerste sessie opleiding Club API's, gaat over het feit van wat mag een API wel zijn en wat mag een API niet zijn. En natuurlijk, je hebt zoiets tussen theorie en praktijk. Hè. Het is beter, bijvoorbeeld een van de zaken wordt gezegd van die heeft best geen bestuursfunctie, maar als je niemand anders hebt, dan is het goed dat die persoon er toch is. Hier ging het over het feit van we zijn maar een kleine club en hoe moeten we dat doen? Hoe vullen andere clubs deze functie binnen hun werking? Kan dat regionaal of provinciaal worden georganiseerd en kunnen professionele hulpverleners worden ingezet vanuit de federatie? Dus eigenlijk is dat een driedelige vraag. Eigenlijk is het zo dat wij vaststellen, om een antwoord te geven op de eerste vraag, dat er weliswaar op basis van de jeugdsportfonds en op basis of aanvullend met de opmerking die collega Jury gaf, dat er wel heel veel mensen iemand gevonden hebben die fungeert als club API. Dat zijn ofwel toevallig een bepaalde vrijwilliger, maar we hebben zelfs mensen gehad van buiten de club, dokters. Hij is echt externe. De vraag is dan mogelijkheid om dat regionaal of provinciaal te organiseren. Dat is een beetje dubbel. Enerzijds heb je het verhaal van, we snappen waarom. Hè. Clubs die werken soms ook samen. Hè. Denk aan samenwerkingsverbanden tussen ploegen om ervoor te zorgen bijvoorbeeld dat we voldoende jongensploegen hebben of dat we echt een jongensploeg kunnen vormen. Maar het is niet zo evident om dat echt regionaal of provinciaal te gaan doen. En de reden is eigenlijk vrij simpel. De drempel om dergelijke problematiek bespreekbaar te maken, dat is al niet zo evident. Voor sommigen ligt die al vrij hoog. Wanneer dat dan dat sowieso regionaal of provinciaal wordt georganiseerd, dan is de vrees er dat die drempel nog hoger gaat liggen, omdat je uiteindelijk bij iemand terechtkomt dat je totaal niet kent. Uiteindelijk is dat de doeling van de Club API, is dat die het eerste aanspreekpunt is om nadien verder te gaan. Het zij afhankelijk van de aard van de melding en de ernst van de feiten. Ik denk aan de vlag die eraan zal worden gekoppeld. Hè. Is het de groene, gele, rode, zwarte vlag? Om die al dan niet te gaan doorverwijzen. En dat is al onmiddellijk een beetje een antwoord op een derde deel van de vraag. Dus kunnen professionele hulpverleners worden ingezet vanuit de federatie?
onze taak is in de eerste plaats om de meldingen die binnenkomen na te gaan wat het de beste piste is om die te verwerken. En dikwijls zullen wij daar doorverwijzen naar mensen die erin gespecialiseerd zijn. Voor zij die de sessies in het verleden hebben gevolgd, die zullen weten dat wij ook een ethische commissie hebben, waarin daarin zit onder andere een dokter, daarin zit onder andere een psycholoog, daarin zit onder andere een advocaat. En die mensen kunnen wij consulteren. Maar het is niet zo dat er op dat moment, dat wij bijvoorbeeld kunnen zeggen van oké, nu gaan wij het commissielid die advocaat is, gaat op dat moment inzetten vanuit de federatie. Dus het gaat vooral over kijken, de melding bekijken, ernstig nemen en dan kijken wat is de beste oplossing, naar waar verwijzen wij het beste door. Meestal in overleg, zoals eerder aangehaald, met ITJES. Dus we hopen dat dat op de een antwoord is op de vraag die werd ingestuurd. Indien dat toch te beperkt zou zijn, dan maar de persoon in kwestie. En het is duidelijk, we hebben daar geen naam bij gezet omwille van de discretieplicht. Kan die persoon altijd met ons contact opnemen. Dus dat was wat betreft de op voorhand ingestuurde vraag. Ik weet niet of dat daar verder nog vragen over zijn. Die kunnen zo dadelijk anders nog worden gesteld. Belangrijk is, en dat willen we nog eens benadrukken, als je, want de meesten die in deze sessie zitten, die zijn clubappy. Heb je nood aan ondersteuning? Stuur zeker een mailtje. Dus vermelding met naam in de club. We contacteren we en wees zeker, wordt niets gedaan zonder toestemming van de melder. Ja. Dat gaat over wanneer een slachtoffer ons contacteert, maar het is juist hetzelfde wanneer op dat moment een clubappy ons contacteert. Wij zullen niets doen zonder toestemming van de melder. Op hetzelfde e-mailadres kan je natuurlijk ook terecht met eventuele vragen. Dat is vanzelfsprekend. Goed, dus met andere woorden, als er nu nog bepaalde vragen zijn of zaken dat je nu wenst even te bespreken, of dat je eventjes wilt aankaarten, laat het gerust weten. Je mag gewoon, je hoeft zelfs handje niet op te steken, gewoon even de micro unmuten, dat mag. Als je zegt van nee, we doen het liever achteraf, dat kan natuurlijk ook. Maar we geven eerst de kans om mensen die nu met vragen zitten en die het publiek wensen te doen, om die even die kans te geven. Dat is altijd het gevoel van stilte. Komt de vrager of komt ze niet? Nee, met andere woorden. Ja, Lina. Zeg maar. Goedenavond, sorry. Just een klein vraag. Je hebt in het begin gezegd dat er in de trainingsopleidingen ook een hoofdstukje zit rond integriteit. Maar in welk stuk, in welke soort opleiding is dat dan? Is dat de basisopleiding voor jonge trainers? Of is dat... Ja, dus eigenlijk is het zo dat heel vroeger had je het algemeen gedeelte. Het algemeen gedeelte is eigenlijk het verhaal rond... vroeger was dat didactiek, veilig sporten preventief, veilig sporten curatief. Nu, ze hebben dat op een paar keer gewerkt. En nu is het eigenlijk genomen, ik spreek over 3 deelvakken, eigenlijk gaat het nu over start to coach. En start to coach is nu de basis van alles. Kortweg gezegd, wil je naar de initiatoropleiding gaan voor de jeugd of wil je naar de senioropleiding gaan, ik ga het even zo noemen, je vertrekt van die 15 uur start to coach. En eigenlijk zitten daar die 3 vakken vormen 1 geheel. En zijn eigenlijk gebaseerd op de 5 bouwstenen, gaande over trainen zijn, de sportbeoefenaars, de doelen, methodes en de omgeving. En daar zit in verwerkt, hoe ga ik om met sporten? Ja, dus je hebt enerzijds het fair play stukje, maar ook tot waar kan ik gaan en waar niet. Ja. Dus het vormt eigenlijk een onderdeel ervan. Ja. Ja.
En ondertussen blij te lezen dat het stukje rond integriteit op de site heel overzichtelijk is. Waarvoor dank natuurlijk. Nog vragen? Oké, dan vermoed ik dat het voldoende duidelijk was. Nogmaals, en dat kunnen we niet benadrukken, niet genoeg benadrukken. Contacteer ons wat er vragen zijn. Als er bepaalde dingen zijn, we spreken niet altijd intern, maar intern wil zeggen enkel wij drie, kunnen we niet genoeg benadrukken. Er zijn een aantal mensen in die reactie, het overzicht, die daar effectief al gebruik van hebben gemaakt. Want alleen, zoals dat we zo mooi zeggen in onze video, samen zorgen voor een veilig volleybalklimaat. Goed, dat was het dan voor ons. We wensen jullie sowieso heel hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid. Laat ons gerust weten. Suggesties zijn ook altijd welkom. Wil je met de club een sessie organiseren? Dat kan zeker. En voor de rest zou ik zeggen, geniet alleszins van een fijne, zonnig is er niet, maar geniet toch maar van een fijne avond. Dankjewel, tot ziens iedereen. Dag. Dankjewel. Dankjewel.